20 dagen in de Vlasborg, waar we onze jaarlijkse kerstmarkt houden. Kerstmarkt georganiseerd voor, door en met cliënten, vrijwilligers, medewerkers, familie enzovoort enzovoort. We doen het allemaal samen. Het is niet alleen in het restaurant hier waar die kerstmarkt zich plaatsvindt, maar die is verdeeld over de hele bouw zo'n beetje. Ja, dat klopt. Het is niet zomaar een kerstmarkt. Nee. We hebben de hele onderverdieping hebben we vol bemand met kraampjes. En er zijn van allerlei spullen te koop, zelf gemaakt. Mensen van buitenaf, die staan er ook. We hebben ook bijvoorbeeld een kraam met mooie kerststukjes. Maar het meeste is van spullen die zelf gemaakt zijn door de cliënten. We hebben heel mooi houtsnijwerk. Ik zal een voorbeeld laten zien. Nou, het blijkt dus gewoon dat heel veel mensen niet weten wat er in dit gebouw gebeurt aan de Vlasmeesterstraat. De Vlasborg, ja, ze denken het is een zorgcentrum. Oké, dat klopt. Maar ze weten niet dat wij gespecialiseerd zijn in mensen met een visuele beperking. En noem je de Steffenberg, dan weet iedereen het. Maar de Vlasborg, wij zijn dus een zorgcentrum. We bieden wonen en dagbesteding aan mensen met een visuele beperking. Dat was even een vraagje tussendoor. De Steffenberg zei je zelf al, dat is van oudsher nog bekend in Vught. Wat is nou het grote verschil tussen de Steffenberg en de Vlasborg? Nou, de Vlasborg is eigenlijk de opvolger van de Steffenberg. Daarvoor heeft het nog Census geheten. We zijn een aantal jaren geleden gefuseerd. We zijn nu een onderdeel van Koninklijke Visio. Het is eigenlijk de naloper van de Steffenberg. Alsjeblieft. Dit zijn onze collega's van Brabantzorg. Die hebben hier ook een kraam. Ja, klopt. Met kerstkaarten. En deze kraam is ook van jullie? Kerstkaarten, kunstkaarten, dit paardje, handwerking, glas en hout. Deze meneer die woont pas bij ons, meneer Thijssen. Hoe bevalt het, meneer Thijssen? Het bevalt buiten heel goed. Helemaal verzorging, nog niks tekort. Volop activiteiten, want u doet al heel veel activiteiten mee, hè? Ik ben goed mee aan. Nee, ik ben goed terecht gekomen. Gezellig. Veel mensen kennen elkaar onderling, dus je bent niet echt een vreemde voor elkaar. En mevrouw Van den Berg is lid van onze cliëntenoverleg. Overleg en cliëntenraad. Ja. Misschien kunt u iets vertellen over onze Vlasborg-methode. Vlasborg-methode, dat is een methode ontwikkeld, laten we in het groot zeggen, hoe kan je prettig en goed met elkaar omgaan. En als ik dan een paar kernwaarden noem, dat is samenwerking, zingeving, een goede bejegening, uitgaan van mogelijkheden, gelijkwaardigheid. En dat zijn allemaal dingen, als je daar een beetje op let, dan krijg je een goede sfeer en een goede verstandhouding. Dan loopt het allemaal een beetje beter. Je zou haast zeggen, het zijn gewone omstandigheden waar iedereen wel zich aan houdt. Mm-hmm. Maar dat lukt toch niet altijd in de praktijk. Nee. En als je dan een beetje ook meer op getraind bent en een beetje meer hoort, dan is dat toch wel, dat doen we hier heel erg. Ja. We hebben het ook gekoppeld aan ons jaarthema, het thuisgevoel. Ja. En als al die dingen in evenwicht zijn, dan kan je zeggen, dan heb je ook een goed thuisgevoel. Die kerstmarkt, is dat ook een manier om die mensen die dan misschien nog wat te onbekend zijn volgens jou met de Vlasborg, om die hier over de drempel te halen en ze wat meer te laten zien? Ja, ook. Maar ook om te laten zien van wat er zich hier dus daadwerkelijk afspeelt. Dat er zoveel meer is voor mensen met een visuele beperking. Hè. We kunnen ze bepaalde zaken aanleren. We doen dingen samen, we kunnen ze een zinvolle dagbesteding geven. Want mensen hoeven helemaal niet thuis achter de bekende geraniums te zitten. Er is echt zoveel te doen. En die mensen kunnen dat ook allemaal nog wel. Want jij zei van, er is toch een beeld naar buiten toe dat, dat die mensen die hier wonen, die kunnen niet veel meer, die doen niet veel meer. Maar het tegendeel is waar. Ja, het tegendeel is echt waar. Mensen kunnen nog heel veel wel, juist wel. En dat doen we ook hier in huis. We kijken dus wat de mensen dus wel kunnen en niet meer wat ze niet kunnen. De activiteiten die we hebben zijn niet alleen op creatief gebied. We hebben ook bijvoorbeeld muziek, mensen waar ze heel gek op zijn. We hebben gespreksgroepen, we hebben van allerlei activiteiten, de gymnastiek, van alles. Je kunt zo gek niet bedenken. Waar de mensen naar vragen, daar gaan wij op in. En dan tot slot de discussie over het aantal arbeidsplaatsen in de zorg. Die gaat ook niet voorbij aan de Vlasborg in Vught. Landelijk staan naar verluid tienduizenden banen in de zorg op de tocht. Zorgen in de zorg dus. Nou ja, het is vooralsnog wel. Maar ja, vooralsnog. We weten gewoon helemaal niet wat er gaat gebeuren met die kantelingen. En laten we het beste van hopen. Want dat de dagbesteding moet blijven voor deze specifieke doelgroep, dat is gewoon echt heel duidelijk.
dit kunnen we niet af met een aantal vrijwilligers. Daar moeten echt professionals op gezet worden. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik hier nog vele jaren met veel plezier, en dat doe ik echt, mag blijven werken.